Wat een begin! Nou, Anna, blijf lekker liggen. Jeetje, wat een mooie opening. Je haar zit wel helemaal onder. Wat zit erin? Kerstsneeuw, geloof ik. Kerstsneeuw. Ja, slaapzand voorstellen. Een slaapzand. Hey, Anna, ik weet al dat het jouw moeder is. Jouw moeder is echt apetrots altijd op jou. Is ze er nu ook weer? Ja, zit daar. Oh. Dag, mama van Anna. Ja, goed, we gaan even kijken wat de jury ervan vindt. Dan. It's routines like this sometimes that inspire me to want to dance again. Because Ish, when I heard what the concept was, is borderline cheesy. I was like, I don't know if this is going to work. But then the choreography is so good. It makes it so cool. And then you dance it that well. You guys had the perfect mixture of the modern and the hip-hop together, and that's what made that work so well. It's a great start for both of you tonight. I'm just happy to be watching you guys dance again. Mooi. Yevgenia. Jongens, jullie verdienen om hier te staan. Anthony, jij was sprakeloos, nu ben ik sprakeloos door deze dans. Echt, het was mooi, goed, muzikaal, heel leuk verhaal. Anthony, jij bent weer in je eigen stijl. En je bent altijd goed. Jouw dance-accu raakt nooit leeg. Hoe doe je dat? Maar Anna, door jouw expressiviteit en jouw dramagevoel maak je elke stijl, elke show veel kleurrijker. Heel mooi. Zo mooi, dance-accu. Marco. Nou, wat ik ook wel even wil zeggen is van het partnerwerk was ook prachtig. Ik bedoel, meestal heb je bij hip-hop toch al een beetje één op één, maar dit was echt een mooie samensmelting van jullie allebei. En jullie waren allebei ook even sterk. Ik vind dat Ish zijn meesterwerk tot op het einde heeft bewaard, want de choreografie was zo mooi uitgevoerd. En Anthony, ja, ik vind eigenlijk komt bij jou alles samen hier. Dit is een beetje een perfecte dans voor jou, want zowel de inleving, maar ook de clean accenten die je pakt, je footwork, alles komt mooi samen. Anna, ik heb eigenlijk maar één compliment. Ik zag gewoon niet dat je klassieke achtergrond had, want je knalde. Echt goed. En dat wil je natuurlijk horen, als je deze hip-hop moet doen. Jan.
Ja, je bent er heel erg blij om. En ik vind eigenlijk dat je het wel een beetje ziet. Maar dat is heel goed dat je het ziet. Want je gebruikt jouw techniek die je hebt geleerd... die gebruik je op de juiste moment in de choreografie. Want jij leunt op Anthony en jouw been gaat opzij... en die is zo mooi doorgestrekt en zo strak en scherp. En ik vind dat juist heel erg mooi om te zien in zo'n hiphop. Dus ik vind het ongelooflijk hoe een mooie danseres jij bent... in iedere stijl inderdaad, wat Evgenia ook al zei. En Anthony, voor mij is het zo leuk om jou... steeds weer anders te zien. Jij denkt volgens mij van tevoren, als je een stuk moet dansen... denk je echt na van, wat ga ik er dit keer eens mee doen? Wat ga ik ook met mijn gezicht doen? En het is allemaal wel goed overwogen en je denkt erna... En ik zit ernaar te kijken en het is iedere keer een andere Anthony. En dit keer echt ook weer supergoed. Dus jongens, hartstikke goed gedaan. Echt. Dat is een lekker begin, hè, Anthony? Ja, het is lekker om te horen. Lekker.